na de introductie van wat ik heb gedaan, hoe je eigenlijk die trapkussens aan de paal bevestigt, laat ik je hier een beetje een drill zien. Die drills, die kan je eigenlijk elke keer op een andere manier maken. Het leuke ervan is dat de variatie in hoogtes, de snelheid waarmee je de drills kan doen, de continuïteit, hardheid. Je kan ze eigenlijk op elke manier aanpassen op wat jij zou willen. En dat maakt het wel leuk. Zoals je ziet is er veel variatie mogelijk in stoten, in trappen. Ik gebruik hem ook veel voor de boxers. Dus je kan zien dat de boxers ook nut hebben van dit soort dingetjes. Om de drills compleet te maken kan je ook veel variatie in je petwerks doen. Dan ga je grote pets ook gebruiken. Nadeel van de grote pet is wel dat hij vaak heen en weer spettert. Vooral als je een beetje hard aantrapt. Kijk dan vooral uit dat je niet tegen die palen aantrapt of tegen een boom. Dat zou wel eens pijnlijk kunnen zijn. Maar voor de rest is prima te doen. Je draait hem een beetje om en je kan gewoon weer verder gaan. Tot ziens. First one, Den Haag.